Yo beste kijkers van de Naden, welkom terug bij Metal Gear Solid 5 op mijn kanaal. Ergens in de aflevering 30, ik gok zo rond de 32 of 33, gaan we verder met de story. Het is een beetje gek gelopen, ik had het net ook aan mijn vriendin Julia uitgelegd. Ik had namelijk een planning in de vorige part, zo van nou ik ga die missie doen en dan ga ik de hond uitlaten en zo. En toen bleek dus dat opeens onze thuisbasis, Mother Base, werd aangevallen. Dat heeft echt roet in het eten gegooid, de hele planning ging niet meer door en ik had die missie bij het vliegveld waar ik moest gaan zoeken naar Walker Gear nog helemaal niet kunnen doen. Dus dat gaan we deze part doen. Dus Keetje, van harte welkom. Show in ieder geval de support door in ieder geval de video alvast te liken voordat je het vergeet. Dit is de missie waarover ik het had. Missie 21, The War Economy. We moeten dus terugvliegen nu naar hetzelfde punt samen met Quiet. Mijn nieuwe gear, dat is wel tof nu. Ik heb een nieuwe assault rifle, een nieuwe submachine gun en een nieuwe sniper. Dus dat is eigenlijk helemaal mooi. We gaan hem aanklikken, we gaan met Quiet naar die locatie toe. We gaan de story mission afronden. En daarna ga ik maar gewoon even parts editen, want ik heb heel veel opgenomen. Dit is een dag dat jullie dit nu, als jullie dit horen, het is een dag waarop ik echt super veel heb opgenomen. Een stuk of 15 parts of zo, het is echt insane. En dat moet ik nu ook maar eens een keer gaan editen. Dus we gaan hem gewoon doen, kijken hoe ver we komen. En dan ga ik beginnen aan mijn planning. Let's go. Allereerst de buddy. Quiet. Oh fuck, de wapen is nog niet klaar. Die is nog in development. Dat is een beetje balen. Of niet? Nee, hij werkt wel. Het is een damage wapen. Het is gewoon de volgende versie. Perfect. Nou, dan selecteren we die. Want ik zelf heb nu een sniper die mensen in slaap brengt. Dus ik neem maar gewoon de normale girl mee. Die vind ik eigenlijk toch wel een stukje sexier dan die vieze zilveren. En eens kijken. Dan kijk ik naar mezelf. We nemen de blue dan maar. Ziet er wel cool uit. We kunnen een auto meenemen. Zo, ik heb gewoon tanks zelfs available. Moet je even kijken, joh. Even mee met een tankie. Hoppakee. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Daar heb ik er ook maar één beschikbaar van. We nemen gewoon maar even deze auto mee. En we gaan erheen. Let's go. CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. Wow, deze missie is created and directed by Hideo Kojima. Wow, what a surprise. Wow, is mevrouw nu al bezig? Wat is ze überhaupt aan het doen? Dat is ook niet de target, Quiet. We gaan even de andere kant op, girl. We moeten daarheen. Dus wat ik ook gewoon ga doen, ik ga haar het eventjes laten scouten. Zie je het? Zijn we aan het scouten? Prima. Het tof van deze situatie is dus dat ik nu op het moment een sniper heb die mensen laat slapen. Dit is de nieuwe geüpgraded versie trouwens. Wat kan die allemaal? Hij heeft gewoon nog steeds een licht, een suppressor. De suppressor gaat waarschijnlijk langer mee en hij heeft nu een ondergrip. Oh, en ik kan extra inzoomen. Perfect. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Oké, cool. Nou, zij hebben toch vast geïnfiltreerd. Wat ik dus wilde uitleggen. We hebben dus nu die geüpgrade assault rifle. Die AMRS, nog wat.
met een silencer, met een betere scope. En waarschijnlijk gaat de silencer langer mee. Vervolgens heb ik een sniper. Oh, moet even luisteren. Once his chopper has arrived, he'll be touring the facilities along with the target. Let him bring the target out into your line of fire. Oké. Nou goed, vervolgens heb ik dus een sniper waarmee ik mensen laat slapen. En heeft Quiet een sniper waarmee ze damage doet. Maar ook met een silencer, dus dat is ook perfect. We worden dus echt niet meer gespot. We kunnen perfect infiltreren zonder geluid. Eens kijken, vervolgens wil ik graag dat ze aanvalt. The map has been updated. Dit is wel een mooie locatie. Extraction arrived at mother base. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles. Okay, hij zegt dus eigenlijk dat. There's a chopper landing. It must be carrying the arms dealer. Keep your eyes on him. Okay, okay, spannend. The target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. I've sent the information to your map screen. Analysis. That's the target's complete. Predicted location. Analysis complete. Get all around the target and plan carefully before moving in. The map has been updated. Dat moet hopelijk ook wel goed komen. Analysis complete. Analysis complete. Ik weet niet wat je deze quiet, maar het duurde veel te lang, man. Alright, perfect. Eens kijken, waar is mijn target eigenlijk? Development complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Oké, okay, alle Walker gear is daar. Analysis
target's probably already outside the original predicted FOM. You'll have to look for him yourself. Try interrogating some of the soldiers. They may know something. Hij heeft A+ in medicine. Dus kom maar lekker mee naar de motherbase. Oké, laten we eens kijken of we al een locatie hebben. Nog steeds niet gewoon, hè. Tot nu toe gaat het wel goed hoor. Quiet heeft ook een prachtige locatie. Regen zou inderdaad ook wel mooi zijn. En dan nemen we deze ook wel mee, want daar achter in de verte zullen vast ook wel containers zijn die ik kan gebruiken om te extracten. Eens kijken hoe ik langs dit alles ga komen. Fire.
analysis complete. Holy shit. Oké, godzijdank is die neer. What the fuck? Kijk mij nou even. Analysis complete. Oh, 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 oh. Phew. De helikopter is zo close, hè. Echt rot op, helikopter. Echt flikker op. Gaat wel echt goed hoor, tot nu toe. Analysis complete. Analysis complete. Wat de fuck doet die Walker gear daar helemaal? Oké, die Walker gear komt ook gewoon perfect hierheen. Voor de rest valt het eigenlijk nog wel mee hoeveel enemies hier zijn. De mission is... Ik kan ze beter gewoon binnenhalen. Dus de één eliminaten. En de ander identifyen en meenemen.
vind het echt zo spannend niet te geloven. Holy shit, even ontduiken voor die helikopter die eraan komt. Man, ik vind dit zo spannend, maar wat gaat het goed. Analysis complete. Fire. Analysis complete. There, that's the target. Mission info has been updated. Good. You completed the objective. Now get out of there. Mission info has been updated. Oké, die we binnen. Nu alleen nog even de arms dealer identifieren. Hey, nieuwe poster. Analysis complete. Godverdomme, wat spannend, man.
Doei doei! Outpost captured. Man, ik neem deze fucking walker gear mee. Ik ben helemaal klaar. In deze outpost. Analysis complete. Analysis complete. Er is gewoon helemaal niks meer te doen. Alles is gewoon gefixt. Ik ben weg hier. Ik ga je hartstikke bedanken voor het kijken. Ik ben benieuwd wat we hier allemaal voor krijgen. Quiet heeft me ook meer dan perfect geholpen dit keer. Right, we openen deze, dan neem ik de containers mee en dan vliegen we meteen naar Mother Base. Wat een geweldige game, we hebben echt zoveel gedaan, holy shit. En we eindigen de missie in stijl. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself. Wat een sick camerawerk heeft deze game toch ook, hè? Hartstikke bedankt voor het kijken.
het liken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de aflevering. De nieuwe aflevering van Metal Gear Solid 5 op mijn kanaal. We gaan natuurlijk zo snel mogelijk verder met de game. Maar we doen al zoveel. We hebben al zoveel progressie. En wat was dit ook weer een grote missie, zeg. Dus hartstikke bedankt voor het kijken, jongens. En hartstikke bedankt voor het liken. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug in de volgende aflevering van Metal Gear Solid op mijn kanaal. Boss, I know you're just coming off this mission, but there are reports of child soldiers taking over Masa Village after the CFA got wiped out there. They've been raiding the surrounding villages, so the people have requested we eliminate them. Check your mission list for the details.